Fons van Westerlo, een vooraanstaande figuur in de televisiewereld, staat plotseling in het middelpunt van kritiek en verliest in één klap zijn respect. Als voormalig directeur van zowel RTL als SBS en momenteel lid van de Raad van Toezicht van Omroep WNL, neemt hij een opmerkelijke positie in te midden van een controverse rondom omroepbaas Bert Huisjes. In de nasleep van verontrustende beschuldigingen, ondersteund door prominente figuren als Eva Jinek en Leonie Terbraak, lijkt Fons de ernst van de situatie te bagatelliseren. Hij veegt de kritiek op huisjes met gemak van tafel, beschouwt de klachten als afkomstig van teleurgestelde oud-presentatoren en oud-medewerkers. Zijn reactie, waarin hij stelt dat slechts één medewerker in tien jaar tijd naar de vertrouwenspersoon is gestapt, roept verbazing op. De 78-jarige Fons lijkt onverstoorbaar en voelt zich gesteund door reacties van Sven Kokkelman en Rick Nieman. Echter, niet iedereen deelt zijn zienswijze. Presentatrice Simon Wijmans uit haar ongeloof over Fonds uitspraken en roept op om het artikel ongelezen te laten voor wie niet cynisch wil worden over cultuurverandering op het MediaPark. Kritiek komt ook van oud journaalbaas Hans Larousse, die vindt dat Fonds en de overige leden van de raad van toezicht te snel hebben gereageerd en veel te snel alle betrokken vrouwen en huidige werknemers laten vallen. TV-kenner Rob Gooses merkte op dat Fonds de klachten lijkt te bagatelliseren en lijkt te kiezen voor de kant van de directeur huisjes. Volgens ingewijden zijn Fonds en de Raad van toezicht goed op de hoogte van wat er speelt, wat de zaak des te ernstiger maakt. Rob Gooses vindt het kwalijk en stelt dat Fonds, ondanks zijn verdiensten in de mediawereld, zou moeten vertrekken. Oud-presentatrice Roos Mogré pleit voor een grondige schoonmaak en suggereert dat een nieuwe hoofdredactie en onafhankelijke raad van toezicht nodig zijn om de problemen op te lossen. Margreet Spijker, presentatiecoach bij WNL Noemt de huidige raad van toezicht onhoudbaar en pleit voor een scheiding tussen journalistiek en politiek aangezien enkele leden politieke banden hebben. De samenstelling van de raad van toezicht met naast fonds ook oud VVD'er Luc Hermans en CDA wethouder Micheline Paffenzeni uit Amersfoort lijkt nu onderwerp van discussie te worden te midden van de groeiende onrust binnen omroep WNL.